Welkom terug en leuk dat je weer kijkt hier op YouTube. Mensen! Waarom zegt hij altijd mensen? Gewoon omdat ik dat leuk vind. Dat zit in mijn hoofd en ik weet niet waarvan ik dat heb. Dat zit gewoon in mijn hoofd. In ieder geval, welkom terug. Bedankt voor het kijken, wat ik al zei. Laatst hebben wij Thomas Opent en Dutch Beer Geek van de Dutch Beer Collective hebben wij biermail gehad van extreme-beers.com. En dat was briljant. En ook jij denkt, hoe bedoel je briljant? Nou, dat is echt... Al het mail, biermail wat we ontvangen, is allemaal één voor één super gaaf, super tof. Wordt enorm gewaardeerd. Maar Extreme Beers, de naam zegt het al. Extreme. Wauw. Wat een bieren. Echt ongelooflijk. Volgens mij is het ook al 14 of zo. Is naar Dutch Beer Geek verstuurd. Dutch Beer Geek heeft dat verdeeld onder zichzelf. Beer Geek Holland en Thomas Opent. En wij gaan dat uiteraard reviewen. En hierbij, was het nou de eerste? Ja, dat is mijn eerste die ik van Extreme Beers review. Ik heb nu zat te denken, ik heb iets met Extreme Beers gedaan, want dat is een unpacking. Die kan je nog terugzien op Instagram. Daar heb ik hem geüpload. Extreme Beers. Als jij daar bier bestelt, en dan moet je. Want check gewoon even die site. Extreme-beers.com. Ga daar naartoe. En als jij bestelt voor €50 minimaal, dan krijg jij 15% korting met de code Extreme Dutch Beer Collective. Nee, wat was nou? Extreme Beer Collective, volgens mij. Extreme Beer Collective. Ik laat het onder hier even zien, want ik de codes van tegenwoordig een aantal codes al weggegeven. In ieder geval, ga daar naartoe. Ze hebben echt briljante bieren. Waaronder deze. Het is de Arcadia Ales Barrel Aged Shipwreck Porter. Eerste etiket. Kijk. Check it out. Deze komt gewoon van Extreme Beers. En ook je denken, ja Remy, dat weten we nu wel. Ja, dat klopt, maar ik wil het gewoon nog even benadrukken. Nu hoor ik je denken ook van, ja oké, we hebben tegenwoordig vrij veel Amerikaanse bieren die je in Nederland kan krijgen. Maar Extreme Beers onderscheidt zich. En dan hoor ik je denken, ja, hoezo? Nou, dit is een van de vier die opgestuurd is, dacht ik. Volgens mij heeft Thomas de andere. En deze is gewoon uit 2015. Hoe fucking briljant is dat? Bijna 5 jaar oud. Gerben had Dutch Beer Geek. Die had bijvoorbeeld eentje. Een Rasputin van Brouwerij de Molen. Dan hoor je denk ik, geen Amerikaans bier. Nee, klopt. Maar ze hebben extreme biers. Maar Rasputin is nog steeds te koop. Maar dit is de Rasputin uit volgens mij 2014. Of 2015. Een van de twee. En daarin is dat net weer een niveautje hoger. Vind ik. Ik heb deze nodig. 2015 Arcadia. Er staat ook bij malt beverage aged in oak bourbon barrels. 12% aan alcohol. Het is zondagmiddag. Vies weer. En deze gaan we gewoon reviewen. En uiteraard lekker opdrinken. Relaxed opdrinken. Er zit een hele dikke wakslaag op. Dus ik moet hem eventjes... Het wordt hier denk ik even een bende. Even kijken hoor. Als je eenmaal het eerste openingetje hebt, dan maakt het niet zo heel veel meer uit. Dat is een hele brute, dikke, vette wakslaag. Gelukkig is het een vrij zachte wakslaag. Ik had laatst een keer een bier met een wakslaag dat je echt dacht van... Maakte hem open en brokkelde overal af. Dat je echt denkt, gadverdamme. Echt niet normaal. Deze is mooi zacht. Dus ik ga hem openmaken. Als het goed is, lukt dat nu. Here we go. Ja, en wat ik zei... Oh, hij is nog niet helemaal open. Kom op. Deze laat mij nooit in de steek. De Punisher opener. En wat ik zei, als die brokkelt... Dan kan het nog best dat hij brokkelt in je bier. Weet je, dan maak je hem open en ja, dat wil je niet. En dat heb deze gelukkig niet. 2015, ik ga hem snel inschenken.
Proper glassware vind ik, want we love this glassware for imperial stouts, bla bla bla. Dikke blubber, dikke jetsen spieren. Here we go. Nou, bij het inschenken is hij donkerbruin. Hij is niet zwart-zwart. Ja, hij is mooi donkerbruin. Ziet er heel goed uit. Maar eenmaal in het glas is hij toch wel zwart hoor. Je merkt op de bodem komt er wel iets heel licht. Maar voor de rest echt zo zwart als nacht. Mooie schuimkraag, compact. Ja, wat ik zei, 2015. Hij is gewoon bijna 5 jaar oud. Des te mooier. Dit is eigenlijk het ultieme moment om dit te openen. Here we go. Zo. Damn. Wauw, kan het nog mooier. Vies herfstweer, regen, storm hier in Utrecht. En echt een hele warme bourbon, chocola, toffee. Ja, alcohol komt ook mooi terug. Er zit een mooie heat in. Vooral bourbon, mensen. Echt bourbon to the max. We gaan hem snel proeven. Extremebeers.com. Ik kan jullie niet vaak genoeg bedanken. Bedankt. Cheers. Wauw. Ja. Heel vol nog. En ook je denkt nog, ja, hij is dus van 2015. Mocht je net inschakelen. Ik weet het niet, maar het kan hè. Volle tonen. Wat mij opvalt is... Ik merk, het bourbon komt heel mooi terug. Ik proef ook een beetje rood fruit. Denk meer aan een beetje kersachtig. Ik weet niet of dat... Er staat niet heel veel op. Nee, staat niet heel veel op. Een beetje kersachtige smaak zit er ook in. En niet zoals een kriek. Meer als een beetje zure kers. Komt ook vaak voor een bier. Nee, zeker geen oxidatie in het bier. Hij smaakt echt vol, dik. Ook romig. Je merkt wel inderdaad dat hij prachtig mooi... 5 jaar onder omstandigheden. Ik denk om onder goede omstandigheden heeft gelegen. Want de smaak is prachtig nog. Hele volle tonen. Beetje zure kersachtig. Mooie bourbon stijl. In de geur dacht ik wat chocola te ruiken. In de smaak minder. Echt een heel mooi bier. Het is ook een porter. Shipwreck Porter staat erbij. Dus het is ook geen stout. Dus een beetje broertje, zusje, verhaal, poorten stout. Nou ja, goed. Maar echt een heerlijk. Echt gewoon genieten gewoon. Hier zo. Ja. Mooi. Hier ga ik lang mee doen. Heerlijk. Ga naar extremebeers.com en beleef dezelfde ervaring als die ik nu heb. En Gerben... Daar spreek ik. En Thomas. Thomas Hopend. Pardon. Zo, ik verslikte hem even. Goed. Doen. Ga daarheen. Ontvang die korting. Prachtige bieren. Heerlijk. Vond je dit een leuke video? Druk even op het duimpje omhoog. Vond je het niks? Klik gewoon weg. Dan. Vind je het echt leuk? Abonneer. En zien we elkaar vaker. Althans, jullie zien mij. En misschien zien we elkaar een keer op een bierfestival of wat dan ook. Lijkt me echt super tof. Ik ga hem in ieder geval lekker opdrinken. Nogmaals, bedankt voor het kijken. Voordat ik het vergeet. Trigger in mijn hoofd. Remy, wat voor cijfer geef je aan het bier? Tuurlijk! Deze krijgt van mij een 8. Ik vind het echt waanzinnig. Waanzinnig. Ik weet niet hoe die smaakt als hij vers is. Dat weet ik dus niet. Ik ben wel heel erg benieuwd naar Thomas' reactie. Die heeft de rest van de varianten. Dus ik ben benieuwd wat hij vindt.
Hou dus ook Thomas opent in de gaten. Daar komt deze ook bij terug. Toch, Thomas? Denk het wel, hè? In ieder geval bedankt voor het kijken en uiteraard tot de volgende keer. Cheers.